goed. Oh, sorry. Dat is gewoon voorstaan. Dames en heren, jongens en meisjes, hartstikke fijn dat jullie allemaal zijn. Wij gaan feestelijk in gebruik nemen de Dunea Takraam hier in de Meerwijk in Leiden. Het is een van de 6 kranen die de gemeente Leiden inmiddels heeft staan. En ik heb begrepen van de wethouder dat er nog meer komen in de binnenstad en ook in andere gebieden rondom de oude stad. We werken als Dunea heel graag mee. Links van mij Ad de Waal, Malenfeit, sectormanager van Dunea, verantwoordelijk voor productie en distributie van ons lekkere duinwater. 73 miljard liter duinwater maken wij in het voorzieningsgebied. Wethouder De Wit, zij gaan zo de onthulling doen van de Dunea Takraam en daarna iets zeggen en ook uiteraard een glaasje of een bidon water tappen. Ik zou zeggen, gaat u gang. Wij gaan hem onthullen. Zullen we hem gaan onthullen, ja? Willen jullie zien wat eronder zit? Ja. Ja. Nou, dames en heren, we gaan straks toespraak houden, maar we gaan hem nu onthullen. Kunt u een ietsje draaien? Dan staan we tegen uw achterkant. Ja, precies. Ja. Nou, daar gaan we. Zijn we er klaar voor? Nou, even poseren. Maar voordat we het nu gaan doen, verstaat u mij? Die staan jullie onderaf, dames en heren. Als je vanaf de Vliet de stad binnenkomt, hebben wij straks bij de Oostliepolder, bij het Vogelhof, bij Kronenstein, ietsje door kom je bij Matilo. Ietsje nog verder door kom je hier in de kinderboerderij, bij de Leidse Hout, bij de Tuin van Noord, hebben wij deze watertappunten van Dunea. Straks in de binnenstad hebben we andere watertappunten, omdat we vinden dat deze super mooi zijn vormgegeven, maar dat ze hier beter passen dan in de binnenstad. Dus dat gaan we ook nog doen. Waarom gaan we dat nou doen? Omdat jullie het heel erg belangrijk vinden, moet je zo meteen maar zelf vertellen. Maar wij vinden het belangrijk omdat het drinken van ons eigen water super belangrijk en eigenlijk gewoon helemaal prima is. Omdat het niet prima is dat iedereen het maar gewoon vindt om voortdurend plastic flesjes te gebruiken die je weer weggooit. En waardoor je ook ontzettend veel kosten hebt met het vervoer van die plastic flessen. En we vinden het eigenlijk leuk dat kinderen het heel normaal vinden om het water te drinken wat uit de grond komt. Want het is niet alleen normaal, het is ook gewoon heel erg bijzonder en het is heerlijk. Daarvoor zijn wij, hebben jullie ons geholpen. Enorm bedankt, Dunea. Maar we zijn ook geholpen door meneer van GroenLinks, Jan Thijs. Enorm bedankt. Die had een motie ingediend in de gemeenteraad die zei: beste college, u moet echt aan de slag met watertappunten. Nou ja, dat hebben we gedaan. Dus ze staan er nu. Ik vind het fijn dat ze er staan. Ik vind het ook belangrijk. En het is eigenlijk weer een verrijking voor Leiden. Dus dankjewel, Dunea, en dankjewel, Ad. We gaan straks stappen, maar je krijgt eerst die microfoon. Is goed. Ja, inderdaad een hele leuke handeling om bij aanwezig te zijn. Wij proberen toch als bedrijf dat mooie, kostbare goed dat we maken. Met zoveel mogelijk gebruik van natuurlijke processen in het hele mooie duingebied. Waar jullie ook zeker van meegenieten in Bergheide nog. Om dat mooie product ook dicht bij onze burgers te brengen. En we zijn trots dat wij dat in het hele voorzieningsgebied van Dunea mogen doen. En dat alle gemeentes in ons voorzieningsgebied ook onze aandeelhouder zijn en meedenken in het bedrijfsbeleid wat we met elkaar voeren. En daar staat maatschappelijk verantwoord ondernemen ook hoog in het vaandel. We denken dat dit volledig past in de portefeuille die u heeft. Sport, milieu en educatie, onderwijs. En water. En water. En juist die combinatie, die komt hier helemaal tot z'n recht. Hier komen veel kinderen om ook wat op te steken over de natuur, op een kinderboerderij, rond te kijken wat er allemaal gebeurt.
het educatieve element is aanwezig. Nou, zo zou er ook over water wel wat te leren zijn. En is het in ieder geval goed om te weten dat water uit de grond, natuurlijk product, heel gezond en heel goed is. En we willen ook graag dat die kinderen goed en gezond drinkwater gebruiken. Het glaasje Ranja is natuurlijk lekker, maar het glaasje water is eigenlijk nog beter en dorstlessender. En helpt ook zeker in de doelstelling die u als gemeente Leiden heeft, om een jochgemeente te zijn. Dat de jongeren ook echt goed over hun lichaamsgewicht nadenken, bewust met hun gezondheid bezig zijn en zoveel mogelijk gebruik maken van water. Nou, en milieu heeft u zelf al volledig toegelicht. Iedereen die een flesje leeg heeft en dat in een prullenbak gooit, is toch zonde. Dat flesje moet weer gerecycled worden, moet ergens weer terugkomen of het komt op de hoop afval terecht. En dat willen we in een duurzame maatschappij ook niet. We willen dus graag, gebruik dat flesje nog een keer. Fiets langs de tappunt, ga naar dit, naar die andere vijf kranen die er al staan in uw voorzieningsgebied. En dan kun je je flesje weer vullen en heb je weer lekker drinkwater. Zullen we eens proeven of het lekker genoeg is? Hé, hey, zullen we wat gaan doen? We gaan het tappen. Zo, deze is van mij. Ja, kan ik Ja, druk op. Jan Thijs, kom je ook? Dan kunnen we even proosten. Wel. Nou, want, kunt u misschien ietsje draaien? Ja, perfect. Okay. Proost. Proost! En de kinderen komen de bekertjes vullen. Ja. Kunt u de bekertjes ietsje lager houden, dan staan ze precies voor uw gezicht. Juist, proost. Precies. 1, 2, 3. Dank u wel. Proost. Dank u wel.